Bij een ongeval op de Claudius Prinsselaan in Breda zijn woensdagmiddag 2 gewonden gevallen. Een automobilist botste rond 1 uur achterop zijn voorligger nadat hij hard moest remmen voor een derde auto. Beide gewonden zijn door de ambulancedienst met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Een van de 2 auto's moest worden afgevoerd door een bergingsbedrijf.